Zes dagen na publicatie van het verhaal over de omstreden zakendeal geeft Henry Keizer vanochtend dan eindelijk zijn visie op de affaire. Ik heb even een lijst hier. Ik noem even wat namen op en misschien herken je jezelf. Maar niet iedereen is welkom bij de besloten persbriefing. De schrijver van het verhaal, Erik Smit van Follow the Money, mag niet naar binnen. Volgens Follow the Money heeft Keizer het uitvaartbedrijf De Facultatieve in 2012 voor een veel te laag bedrag kunnen kopen. Waar de accountant in het jaarverslag het bedrijf een waarde van 31 miljoen euro toekent, mag Keizer het kopen voor 12,5 miljoen euro. Volgens Keizer is die waarde van 12,5 miljoen euro gebaseerd op drie verschillende accountantsrapporten. Nee, ik heb vandaag geprobeerd aan te tonen, ook met stukken en met toelichting, dat wij echt op basis van drie onafhankelijke accountantsrapporten de waarde hebben bepaald. Dat hadden we in dat proces ook afgesproken. Vervolgens heb ik laten zien dat de nieuwe eigenaren voor ongeveer 31 miljoen krediet op hun verantwoordelijkheid namen. En het is duidelijk dat ook de verkopende partij nog steeds tevreden is A, over hoe het proces toen gelopen is, wat de uitkomst was en ook nog met de relatie van vandaag. Ja, meer kan ik bijna niet laten zien. Volgens Keizer was die lening van 31 miljoen euro nodig om niet alleen de aankoopprijs te betalen, maar zaten er ook nog schulden in het gekochte bedrijf. Dat klopt, omdat er in het bedrijf wat wij kochten op dat moment allerlei kredieten zaten, waarvan de bank zei, ja, die moeten jullie dan wel overnemen en daar worden jullie persoonlijk als nieuwe koper aansprakelijk voor. En dat is ook het verhaal. Maar die schulden waren volgens allerlei experts niet te vinden in de jaarverslagen, dus niemand snapt waar die schulden dan ineens vandaan komen. Ja, nou dat is ook waarom ik vandaag de kredietovereenkomst met de bank heb laten zien, die ontegenzeggelijk bewijst dat die schulden en kredieten er waren. Jeroen Wester doet voor NRC Handelsblad veel onderzoek naar bedrijfsovernames. Volgens hem roepen de drie accountantsrapporten, waarop de overnameprijs van 12,5 miljoen euro is gebaseerd, veel vragen op. Daar zitten allerlei aannames aan. Er is gezegd, het was van 6 tot 19, we hebben dat gemiddeld. We hebben ook gezien dat de accountant gewoon in het jaarverslag constateert, die tent is 31,5 miljoen waard. Hè? Dus daar zitten heel veel grote verschillen, onverklaarbare grote verschillen tussen. Nu was u adviseur van de vereniging die het bedrijf heeft verkocht, en u was ook de koper. Is dat handig, die dubbele petten? Ja, of het handig is, ja of nee, dat is weer een hele andere vraag. Een feit is dat het zo was. En het was ook niet zo vreemd, want als je een management buy-out doet, dan betekent dat je verkoopt aan het zittende management. Dat zijn de directeuren van het bedrijf. Dus die hebben heel veel kennis over dat bedrijf, die hebben achtergrondinformatie. Je kan heel lang discussiëren over waardes. Er ligt onafhankelijk iets dat de accountant zegt dat er 31,5 miljoen waard is. Veel meer dan waarvoor het gekocht is. Maar de vermenging van functies, die blijft terugkeren en die is heel moeilijk uit te leggen. Omdat je als koper en als verkoper zit je aan dezelfde tafel. En hij was ook nog adviseur bij de uiteindelijke verkoper. En dan klemt het des te meer dat je onafhankelijke taxaties hebt liggen, dat er een goede rapportage is. En die kunnen we nu niet vinden. Bij de commissarissen van het verkochte bedrijf zaten twee prominente VVD'ers. Senator Anne-Wil Duttler en oud-minister Loek Hermans. De heer Hermans was al heel lang betrokken bij de facultatieven in allerlei verschillende vormen. Maar belangrijker nog is dat de commissarissen in deze besluitvorming geen enkele rol speelde. Wij zijn geen beursgenoteerd fonds. Wij zijn geen structuurvennootschap. Dus de commissarissen konden hier geen besluit over nemen. Het was een kwestie tussen koper en verkoper. Je hebt nog altijd in het Nederlands ondernemingsrecht dat commissarissen het belang van de onderneming moeten dienen en de continuïteit van de onderneming in de gaten moeten houden. Dus die moeten altijd heel goed kijken, is dit in het belang van de organisatie dat het tegen deze voorwaarden zo wordt verkocht, ook als het om een aandelendeal gaat. Erik Smit van Follow the Money komt niet verder dan het hek, maar hij krijgt wel de verdediging van Keizer in handen. Hij gelooft nog steeds dat Keizer voor de overname te weinig heeft betaald. Hij zegt het waren economisch slechte tijden. Achteraf gezien hebben we het redelijk goed gedaan, maar dat wisten we toen allemaal niet. Ja, nou, mensen gaan ook in slechte tijden dood, dus die schoorsteen die rookt altijd. In dit geval was het bedrijf natuurlijk altijd al winstgevend en het is alleen nog maar meer winstgevend geworden. En daar had meneer Keizer ook uitstekend inzicht in die prestaties en de mogelijkheden van dit bedrijf.
De afgelopen dagen heeft u veel steun gehad van bijvoorbeeld Mark Rutte, want in de publiciteit hebben wij hem niet gehoord. Meneer Rutte gaat zelf over zijn eigen standpunt en over zijn eigen woorden. Ik zou die vraag aan hem stellen. Het is voorlopig zo dat ik zelf, ten opzichte van heel Nederland inmiddels, het is niet alleen maar meer de VVD, het is heel Nederland die hier iets van vindt, moet verklaren hoe het echt zat. Nu heeft u misschien het grootste gelijk van de wereld, maar toch kan het zo zijn dat door uw aanblijven de partij schade gaat oplopen. Is dat moment al gekomen dat u toch moet zeggen, in het belang van de partij treed ik terug? Ik ben heel dol op die partij. Ik ben ook heel gedreven als het gaat om het uitvoeren van mijn taak als voorzitter. En laat ik het maar eens heel duidelijk hier ook zeggen. Niemand is als persoon groter dan de partij als geheel. Als ik het gevoel krijg dat mijn uitleg niet voldoende is, dan kijk ik weer verder en zal ik zeker ook heel streng naar mezelf zijn zoals ik gezegd heb. Maar voor dit moment moest ik eerst in alle openheid laten zien hoe het zit, wat de feiten zijn en dan kijken we weer verder.